Dennis Braamse. Ik ben 42 en ik werk hier nu als asset manager. En ik werk hier al 20 jaar. Lemwesten is een voedselverwerkende industrie. Fastfoodfriet, muikvormpjes, hekjes, noem maar op. In 2010 ben ik hier begonnen als maintenance manager. Wat we toen gedaan hebben is uiteindelijk de filosofie dat onderhoud een kostenpost was. Uiteindelijk weten om te buigen hebben in een paar jaar naar denken in toegevoegde waarde. We hebben dat gedaan met een programma dat noemen we uiteindelijk dynamisch RCM. Als we onderhoud doen, wat draagt dan bij aan de business? En daar hebben we modellen voor gemaakt en die geven uiteindelijk meteen weer, oké, als we het niet doen, wat voor risico lopen we dan met betrekking tot downtime? Maar niet alleen met betrekking tot downtime, maar ook voedselveiligheid, environment of impact heeft tot milieu. We hebben in principe 33% meer uptime gekregen daardoor. Maar wat we zagen uiteindelijk, dat je een versnelde trap krijgt door dat je minder verstoring hebt van je proces. Dat de operatie meer tijd gaat krijgen om te focussen op productie, beter kwaliteit kan maken. Dus uiteindelijk, die fabriek is niet alleen qua downtime erop vooruit gegaan, maar betekent nu in één keer 5% meer produceren. Ik ga weg van motiveren, ik probeer ze mensen dat te inspireren, zodat mensen gewoon vanuit hun eigen hun ding op kunnen pakken. En dat vind ik eigenlijk hartstikke gaaf om te doen. Meer jongeren betrekken bij het onderhoudsproces, omdat uiteindelijk wat we zien de afgelopen jaren is dat het aantal leerlingen in het onderhoudsvak zeg maar dalend is. Wij komen ook moeilijker aan mensen. Daar wil ik me hard voor maken om daar meer aan te doen. Hier één keer per jaar hebben we een seminar zeg maar, met de Hogeschool Zeeland en Advanced Hogeschool. Doen we een hele dag RCM. Ik valt er gewoon veel meer mee te doen uiteindelijk. Niet alleen voor dat soort groepen, maar misschien ook andere groepen. Denk aan mbo en misschien nog wel eerder zeg maar, aan het vmbo.